kabinet heeft de Tweede Kamer misleid als het gaat om de gevolgen van de Q-koorts, concludeert het programma Nieuwsuur na het bestuderen van verschillende onderzoeken die het kabinet heeft laten uitvoeren. Er zijn selectief conclusies doorgegeven aan de Kamer om zo een positief beeld te schetsen. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Het kabinet wordt erg zenuwachtig. Dat vind ik heel duidelijk spreken uit het feit dat ze zo snel een PricewaterhouseCoopers onderzoek hebben ingesteld. Naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur. Daar wordt belastinggeld aan gespendeerd. Ik vind dat heel vreemd. 400 Q-koorts slachtoffers willen nu geld zien van de overheid en dienen schadeclaims in. Tot nu toe zijn er alleen schadeclaims ingediend tegen geitenhouders. Zeker 4000 mensen raakten in 2009 besmet met de infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Veel Q-koortspatiënten kampen al jaren met chronische klachten en 25 mensen overleden ook als gevolg van de ziekte. We hebben contact met Ivo Sindram, een van de twee advocaten die de Q-koortslachtoffers bijstaan. Ministerie heeft, minister Sindram, goedemorgen. Goedemorgen. Ministerie heeft dus, kunnen we stellen, wel degelijk te laat maatregelen genomen en daarover ook nog eens de Kamer niet volledig geïnformeerd. Dat lijkt wel op, ja. Heeft het kabinet de Kamer misleid als u naar de uitzending van Nieuwsuur kijkt? Ja, die conclusie kan ik wel steunen. In elk geval heel slecht voorgelicht. Heel slecht voorgelicht. Ja. En is dat dan voor u reden om, is dat de reden dat u nu zegt wij gaan een claim indienen? Dat is niet de directe reden. We zijn niet eerder tegen de overheid begonnen omdat we wilden afwachten wat het onderzoek van de ombudsman zou opleveren. Maar dat is toch al lang bekend, meneer Sindram? Ja, dat is nu een paar weken bekend. Maar het is nog niet goed bekend wat het kabinet daarmee zou doen. Als het kabinet een substantiële beweging zou maken richting de slachtoffers, dan zou juridische actie niet nodig zijn. Nee, dus we kunnen stellen dat, wat u ook weer terugziet in Nieuwsuur, dat dat toch voor u wel reden is om te zeggen, nou, dan gaan we er ook vol voor. Ja. Het kabinet laat ons weinig keus. Wat had u graag gezien dan van de overheid? Kunt u iets concreter worden? Wat wij graag hadden gezien was dat er een fonds zou komen. Een fonds waaruit de slachtoffers een redelijke schadeloosstelling tegemoet zouden kunnen zien. Maar in plaats daarvan is er een potje gemaakt van 10 miljoen. Waarbij heel nadrukkelijk is gezegd dat dat niet bedoeld is als schadevergoeding voor individuele gevallen. Maar daarnaast bestaan er allerlei regels, zei ook minister Schippers, tegenwoordig verantwoordelijk daarvoor natuurlijk, waar de slachtoffers beroep op kunnen doen. Ja, bijstandsuitkering, et cetera. Ja. U moet zich voorstellen dat er mensen zijn die hun eigen bedrijf, hun huis en alles kwijt zijn geraakt en nu aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. De terugval is geweldig en dat is schade die zij lijden door omstandigheden waar ze helemaal niets aan kunnen doen. En het wordt toch steeds duidelijker dat als de overheid actiever had opgetreden, dat heel veel slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden. Nou, dus dat blijft erg onbevredigend. Blijft u ook bij de claims tegen de geitenhouders? Ja, want overigens, we hebben nog geen claims ingediend tegen de geitenhouders. Dat is nog een studie. En natuurlijk, we moeten kijken dat we voor de slachtoffers schadeloosstellingen binnen kunnen krijgen. En of dat linksom of rechtsom komt, dat is voor ons niet van belang. Nou ja, het is misschien wel belangrijk als steeds duidelijker wordt dat de belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij de overheidsinstanties, dat u daar moet zijn. Natuurlijk, maar uiteindelijk is niet de overheid die het gevaar heeft veroorzaakt. Dat zijn natuurlijk toch nog steeds de geitenhouderijen. Het is een ziekte die in het leven is geroepen door de massale geitenhouderijen. Nog even terugkomen op dat onderzoek van de ombudsman. Die concludeerde dat er fouten zijn gemaakt en dat de overheid eigenlijk excuses zou moeten maken wegen nalatigheid. Ja. Staatssecretaris Bleker van Landbouw weigert dat. Ja. Heeft dat de slachtoffers extra strijdbaar gemaakt? Ja, ik denk het wel. Het is duidelijk, tenminste wij trekken daar de conclusie uit dat de overheid zich ook voorbereidt op een procedure. En als ze excuses zouden maken, schatten ze wellicht in dat ze minder sterk zouden zijn bij het ontkennen van enige aansprakelijkheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Ivo Sindram, een van de advocaten die de slachtoffers van Q-koorts begeleidt. We praten trouwens verder over deze zaak met SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven. En na 9 uur met de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Tweede Kamer debatteert vandaag over de Q-koorts. En we praten erover met Kamerlid van de SP, Henk van Gerven. Goedemorgen. Goedemorgen. Om maar eens met die schadeclaim te beginnen. Wat vindt u ervan dat de slachtoffers nu toch ook de claim leggen bij de overheid? Ja, ik denk dat ze daar een punt hebben. Het compensatiefonds waar ook Question, zeg maar de patiëntenvereniging en van Q-koorts patiënten voor pleit, dat verdient eigenlijk gehoor van de politiek en de beide ministeries. Maar het lijkt erop dat ze
daarvoor wegduiken. En we moeten eigenlijk constateren dat er een juridische loopgraafoorlog dreigt te ontstaan. Waarbij de overheid toch steeds verder in de problemen komt. Ja, en de overheid misschien niet helemaal eerlijk spel speelt. Als we Nieuwsuur nog maar eens erbij halen. Het programma concludeerde dat het kabinet conclusies van nieuwe Q-koortsonderzoeken verdraait. Bepaalde conclusies ook niet meeneemt in een brief aan de Kamer. En dan moeten we toch stellen dat de Kamer niet volledig geïnformeerd is. Voelt u zich misleid door dit kabinet? Nou, in ieder geval onvolledig geïnformeerd. En ja, ik sta verbaasd. Er is dus een onderzoek gedaan van PricewaterhouseCoopers na de uitzending van Nieuwsuur. Er zijn twee uitzendingen geweest. En daarbij is weer €50.000 over de balk gesmeten om naar mijn gevoel de zaak toe te dekken. Want het is zonneklaar. Dat bleek al uit het onderzoek van de commissie van Dijk van 2 jaar geleden. Ook het onderzoek van de ombudsman van 2 weken terug. Er is eigenlijk maar één conclusie mogelijk, dat de overheid is tekortgeschoten en te laat heeft ingegrepen met alle gevolgen van dien. Terwijl dat misschien wel eerder had gekund, is inmiddels ook de conclusie omdat er tests waren die aangaven dat er bedrijven besmet waren. Zeker. Het is eind 2008 was duidelijk dat de tankmelktest, om het zo te omschrijven, dat die beschikbaar was. Het was ook duidelijk bij de gezondheidsdienst voor dieren, de testlaboratorium zeg maar, dat 100 bedrijven besmet waren. En dat had reden moeten zijn voor actie. En eens te meer omdat ook het ministerie van Volksgezondheid zeer ontevreden was over het ministerie van Landbouw, die maar aarzelde, maar ook niet optrad. Dus men heeft maar zitten treuzelen en aarzelen met als gevolg dat meer dan 1000 mensen of circa 1000 mensen chronische Q-koortsklachten hebben gekregen. 4000 mensen duidelijk besmet zijn en zelfs 25 mensen overleden. Ja, bent u al zover, meneer Van Gerven, of moet u toch ook nog meer duidelijkheid hebben dat u al aan politieke consequenties denkt? Nou, kijk, het probleem is dat dit een demissionair kabinet is, wat over 2-3 maanden weg is. Dus een minister wegsturen, dat levert niet zoveel op. Maar ik vind wel dat er gewoon dat een volledige opheldering moet komen. En ik vind dat men gewoon tot actie moet overgaan. Kijk, dat compensatie naar die slachtoffers toe. Naar die slachtoffers toe. Ik bedoel, het is, ik denk dat niemand erbij gebaat is. Zowel het kabinet niet als de patiënten, dat men jarenlange procedures start. Vandaar ook dat ik volstrekt zinloos vond dat men weer €50.000 heeft uitgetrokken voor dat onderzoek. Ja. Ik bedoel, de conclusies zijn eigenlijk wel helder. De patiënten verlangen daden. Goed. Meneer Van Gerven, dank u wel. Na 9 uur trouwens, dan praten we erover verder met de nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer. Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer kwam onlangs nog met dat onderzoek naar de gevolgen van de ziekte en adviseerde toen een noodfonds voor slachtoffers. En vond ook dat de overheid excuses moest aanbieden. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Tja, dan lijkt het toch op dat de overheid toch bezig is, vooral bezig is met het schoonvegen van het eigen straatje. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben daar echt verbaasd over en ook zeer ongerust. Ik ben nu al heel lang bezig met dit dossier. Ik heb verschillende malen met minister Schippers over gecommuniceerd, met minister staatssecretaris Bleker. En wat ik merk is toch een zo defensieve houding. En een houding waarbij zo weinig oog is voor de feiten die op tafel ligt, dat ik me afvraag, hoe leidt dit nou tot verstandige wijze keuzes? Want daar zitten we nu toch wel op te wachten. Maar er gebeurt zelfs meer dan dat, hè, als we Nieuwsuur mogen geloven. En dat klinkt toch zeer overtuigend, in ieder geval die uitzending van gisteren, waar bepaalde delen van een onderzoek dan weer worden weggelaten in een brief naar de Kamer. Wat vindt u daarvan? Ja, nou ja, het is een beeld wat vrij systematisch optreedt in dit dossier. De commissie Van Dijk heeft heel helder vastgesteld, de ministers die hebben te traag gereageerd bij het ingrepen van de Q-koorts. Mm-hmm. Nou, dat is in feite nu nog weer een keertje vastgesteld via dat onderliggende materiaal, onder andere van PricewaterhouseCoopers. En ten tweede, de bevolking is niet goed geïnformeerd. Nou, dat is het kernpunt waar het om gaat. Om die reden heb ik ook gezegd, bied excuses aan, want er is echt reden om een duidelijk signaal te geven van dit kan niet, dit had niet mogen gebeuren. En vervolgens kijk naar compensatie voor mensen in schrijnende gevallen, want je kunt niet, zeg maar, volledig juridisch vaststellen dat er sprake is van aansprakelijkheid, maar probeer op een korte termijn tot een oplossing te komen.
Ja, maar goed, vraag ik het nog een keer, meneer Brinkma. Want nu worden de conclusies zelfs anders weergegeven. Tenminste, dat concludeert Nieuwsuur. Is dat ook uw indruk? Nou, ik vind dat dat nu aan de Tweede Kamer is. Hè, want anders treed ik in een politieke discussie met de Tweede Kamer. Ja, maar u gaat, meneer Brenningmeij, over de werkwijze van de overheid. Daar gaat u niet over, maar u moet dat onder de loep nemen. Gaat u dat dan nog even doen? Ja. Nee, kijk, wat ik Nieuwsuur zelf heb aangereikt is dat er een opmerkelijk verschil is tussen zeg maar de reden waarom die tankmijlproeven zouden worden gedaan. Die zouden worden gedaan om op te sporen waar de besmettingen waren. Wat zie je nu bij PricewaterhouseCoopers staan? Dat die tankmijlproef zou zijn gedaan om de bedrijven vrij te pleiten van besmetting. Ja, en als dat dan de kern van de zaak is, dan zeg ik, men heeft het helemaal niet begrepen waar men mee bezig was. Nee, en bovendien daarover dan weer de Kamer anders geïnformeerd. Ja, dan is het een exegese van de brief van de staatssecretaris Bleken aan de Tweede Kamer. Maar dat is nu aan de Tweede Kamer om dat te doen. U vindt het verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer om daar het kabinet op aan te spreken? Dat is niet uw verantwoordelijkheid, zegt u? Nee. Nu is het een politieke vraag. Maar daarbij zeg ik ook, ik vind het bieden van compensatie aan de slachtoffers, dat vraagt ook om een politieke keuze. Mm. En ik vind het ook heel raar wanneer dat doorgeschoven wordt naar de rechter, die dan over 5 jaar daar een oordeel op geeft. De redenen daarachter kunnen natuurlijk zijn dat zodra de overheid op wat voor manier dan ook excuses aanbiedt, zij ook die verantwoordelijkheid accepteren en dus ook moeten gaan betalen. Dat proberen ze, zo lijkt het, te voorkomen. Ja, en die defensieve houding is erg onverstandig, leidt alleen tot verdere juridisering van het conflict en schaadt de patiënten, want dat moeten we niet uit het oog verliezen. Voor mensen is het voeren van een langdurige procedure zeer schadelijk. En zeker mensen met vermoeidheidssyndroom ten gevolge van Q-koorts, die moet je niet in langdurige procedure. Ja, eigenlijk had het niet tot zo'n schadeclaim moeten komen. Nee, ik heb destijds de minister voorgelegd, kijk nu wat de consequenties zijn en doe in gevallen die echt schrijnend zijn, kom daar met een oplossing. En ik denk dat je dan een heel eind was gekomen. En dat had vorig jaar al gekund. En dat kan naar aanleiding van mijn rapport alsnog gebeuren. Meneer Brenninkmaier, hartelijk dank dat u ons nog weer even te woord wilt staan. Graag gedaan. Goedemorgen.